zijn vandaag in Heemskerk in Sporthal de Waterakkers bij de walking handbal van DSS. Walking handbal is een laagdrempelige vorm van handbal. Voor mensen 55 plus, als die grens natuurlijk niet heel hard, gaat erom dat het een makkelijke manier is waar iedereen aan kan meedoen. Bouw het altijd op met een warming-up, een beetje spel, een beetje alle spieren die bij ouder worden toch wat strammer zijn, om die een beetje op te warmen. En we eindigen altijd met het spel. Ja, het is voor de lijn, je bent toch bezig. Je merkt gewoon dat je lekker lichamelijk bezig bent. En dat is gewoon goed voor alles. Vanuit de zorg, met name hier in Heemskerk, bijvoorbeeld de fysiotherapie. Ja, die merken dat mensen komen met een klacht. Op een gegeven moment zijn ze klaar met behandelen, zeg maar. Maar moeten ze in beweging blijven. En dan is het mooi dat de sport daar de aanvulling op kan zijn. Dus mensen door kunnen sturen en door kunnen blijven bewegen. Op een manier die bij ze aansluit en die ze leuk vinden. En dat is gewoon heel belangrijk. Handbal is een spelletje wat voor iedereen gewoon leuk is. En of je het nou gedaan hebt, gehandbald of niet, dat maakt helemaal niet uit. Want er zijn ook bij de groep die nu bezig is, zijn er ook een paar bij die nooit gehandbald hebben. Maar het is lichamelijk, ben je lekker bezig. Verder is er ook tijd voor een geintje en een praatje. Dus sociaal is het ook gewoon vreselijk leuk. En het is nog goed voor de gezondheid ook. Je blijft licht een uurtje in de week bezig en dat is toch minimaal wat je moet doen. Dus vandaar dat het iedereen aanraadt om iets te gaan doen.